We hebben hier de Zebra ringsleutel set. En deze twee ringsleutels, ratel ringsleutels, vervangen eigenlijk een hele set zoals hier op de achterkant zat. Van 2, 4, 6, 8 sleutels. Door zo'n ratel is hij ook heel makkelijk in gebruik. En elke kant heeft zijn maten. Dus deze heeft 16 mm en de andere kant heeft 17 mm. Deze kant heeft 18 mm, de andere kant heeft 19 mm. Hetzelfde geldt voor deze. Op deze kleine maat, op deze kleine sleutel zit maat 8, 10, 12 en 13. Ook nog dat kleine dingetje. En dat kleine hulpstukje, dat doen we in de 10 mm. En dan kunnen we een bitje erin doen, zodat we ook een haakse schroevendraaier hebben. Hoe werkt het dan als we hem inderdaad in gebruik nemen? Deze twee sleutels kunnen dit makkelijk aan. We beginnen met de grote maat. Daar komt sleuteltje 17 op. 17 hebben we daar al. Die worden gewoon op. En we zien dat het perfect kan ratelen. Het erin en eruit draaien wordt eigenlijk geregeld door middel van een schakeling. Daarmee kunnen we in dit geval eruit draaien. Hetzelfde gaat natuurlijk voor een kleinere maat. Dit is maatje 13 en daar gaat deze gewoon in. En we zien ook, die kunnen we gewoon perfect erin draaien. De 10 mm zit op dezelfde. We kijken waar de 10 zit. En we kunnen deze ook gebruiken. De maat kleiner is 8. Zorg er enkel wel voor dat die omgeschakeld is, omdat je de andere kant gebruikt. En we zien, we kunnen hier ook klikloos maatje 8 erin draaien. Als het eerst de goede kant op staat, dus nu gaat hij de verkeerde kant op, dan gaat hij de goede kant op. We zien dat hij de schroef laat tappen, als hij getapt is. Dan zien we dat hij perfect ook haaks in kan draaien. En hier maken we natuurlijk gebruik van een kruiskop, natuurlijk kun je ook Torx, geloof desnoods, of andere soorten zoals Inbus erin doen. En dan zie je met dit setje. Zo en zo dit dus. Dus het vervangt eigenlijk een hele steeksleutelset. Maar ook schroevendraaiers.